Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik zit lekker in de voortuin, in het zonnetje. En ik zit gewoon in mijn t-shirt, want ik had net een trui aan en het was veel te warm. Maar dit is echt heerlijk. Ik kwam vandaag maar niet op gang. Toen ben ik op een gegeven moment naar buiten gegaan. Ben ik hier gaan zitten met mijn laptop. Nu ga ik hier in het zonnetje gewoon even wat schoolwerk doen. Ik had niet mijn dag vandaag, maar daar vertel ik straks nog wel even wat over, want die zon is heftig. Nou jongens, het is middels avond. Het is 22:30 en ik ben weer Sims aan het spelen. Ik ben zo verslaafd, het is echt niet normaal. Maar ik heb nu echt iets geweldigs. Ik heb zo'n leuk nieuw gezinnetje gemaakt. Echt, I love it. Dit is gewoon hoe ik ga eindigen later, ik weet het zeker. Ik stel jullie voor aan Jazz en Saar. En het is dus een alleenstaande moeder met een peuter. En ik heb echt een geweldig huis. Dit huis heb ik niet zelf gemaakt, dat ten eerste. Dit is het huis van Tessellate op YouTube. Ik heb alleen iets verkeerds gedaan. Ik heb de trap per ongeluk verwijderd bij deze kamer, waardoor ik daar niet meer in kan. Dus ik heb nu maar het kinderkamertje beneden erbij gebouwd, want ik weet niet hoe ik die trap daar moet plaatsen. Ik heb letterlijk geen idee. En dan heeft ze hierboven een soort van eigen studiootje met een badkamer en slaapkamer. En ja, ik gebruik dus, zoals je kan zien, heel veel cc's. Mocht je niet weten wat dat is, het is eigenlijk gewoon content wat je kan downloaden online. En dan heb je eigenlijk eigen meubels. Dit is eigenlijk een beetje hoe mijn studio er thuis uitziet. Het is echt heel grappig. Alleen dan zit hier nog een keuken. Maar echt, I love it. Echt superleuk. Ik vind dit huis echt fantastisch. En dan hier die kinderkamer. Zo schattig. I can't. I love it. Dus met deze familie ben ik nu aan het spelen. Ik vond het wel leuk om een keertje gewoon maar met twee mensen te spelen. Want ik had eerst echt een heel gezin van 6 kinderen. En het was too much. Dus dit is wel even chiller. Het is weer tijd voor een online lesje. Zin in, lekker Duits. Hallo, het is vandaag donderdag. Hoe gaat het met jullie thuis? Ik ben heel benieuwd. Bij mij gaat het oké, maar moe. Het is gewoon heel... Zeg maar, er zijn nog dingen voor school te doen en elke dag voel ik zeg maar zo de need om dat af te maken. Maar aan de andere kant heb ik ook zo geen motivatie daarvoor. En dat is gewoon heel frustrerend. Het is heel dubbel namelijk. Want ja, waarschijnlijk hebben we tot 1 juni dus geen school nu. En ik vind het gewoon heel moeilijk om de motivatie te hebben om dan wel dingen te gaan doen. Zeker als ik weet dat ik dus nog 3 maanden thuis zit. Dus dat is gewoon even heel frustrerend. Maar goed. Verder gaat het goed met mij. Ik ben blij dat iedereen om me heen nog gezond is. Dat ik nog gezond ben. En ja, dat is voor mij het belangrijkste hoor op dit moment. En school komt allemaal wel goed. Het is fucking kut, maar er komen vast wel oplossingen en dingen wat we moeten doen. En dat wacht ik gewoon rustig af. Dus ik ga nu even buiten zitten weer. Met mijn laptop en dan ga ik toch even wat proberen aan school te doen. Dus mensen, ik heb for real een probleem. Oh, ja, je moet wat met je leven, maar ik ben helemaal verslaafd naar TikTok. Het is zo leuk. Ik snapte de hype nooit, maar nu heb ik het gedownload. Al een tijdje geleden. Nu ben ik de laatste dagen gewoon best wel fanatiek op aan het kijken. En het is zo leuk. Echt, I love it. Ik ben nog niet echt van plan om het zelf te gaan doen. Ik weet niet, daar ben ik niet klaar voor. En ik heb ook niet zo heel veel zin, denk ik, daarin. Maar wie weet, ik zeg nooit nooit. Ik zou ook niet weten wat voor filmpjes ik zou moeten maken op TikTok. Dus als ik ooit een leuke ingeving heb, dan wie weet dat ik het wel een keertje doe. Maar voor nu hou ik het wel gewoon op kijken. Ik denk dat dat voor nu het beste idee is. Nou jongens, schrik niet. Na 600 jaar mijn make-uploos hebben gezien en fucking lelijk heb ik weer eens make-up opgedaan. Ik ben oprecht al de hele dag een beetje zo naar mezelf aan het kijken dat ik denk, oh ja, ik kon ook nog knap zijn. Dat zat ook nog in mij. Het is heel raar als je zeg maar zo lang geen make-up op doet. Want ik heb oprecht denk ik al 2,5 week geen make-up op gehad. Hooguit alleen mascara. Maar niet zoals dit met oogschaduw en full face. Dan is het echt heel raar om jezelf weer te zien met make-up. Ik moet er echt oprecht gewoon even aan wennen. Maar goed, ik heb vandaag foto's gemaakt met mama. Ik zal even laten zien. Ik heb er ook al heel veel verwijderd hoor. Want ja, ik maak altijd echt zo 300 foto's waarvan er dan misschien 30 overblijven. Maar goed, uiteindelijk is het nog wel gelukt. Het was een hele opgave, want er stond superveel wind buiten. Waardoor mijn haar de hele tijd overal vloog. Maar uiteindelijk is het nog wel leuk geworden. Dus ik zal het even laten zien.
Hier zijn ze. Ik vind ze echt niet allemaal mooi geworden hoor. Maar ja, het is wel echt heel leuk om met deze camera foto's te maken. Want ja, de kwaliteit is wel gewoon echt super mooi. Er zitten hier geloof ik ook nog wat foto's. Kijk, deze heb ik al bewerkt. Er zitten ook al wat foto's tussen die eigenlijk al weg moesten. Maar ja. Oh kijk, dit zijn de bewerkte. Ja, het is best wel goed gelukt. Erg leuk. Nou, ik zit weer eens in de auto voor het eerst in weet niet hoe lang. Mama en ik gaan een tuinset ophalen. Uiteraard met 1,5 meter afstand. Nou ja, niet tussen ons, maar tussen de andere mensen. Ja, we hebben een tuinsetje gekocht, zodat we tenminste nog lekker in de zon kunnen zitten. Hè, mam? Ja. Ja. Nou, mam, heb je er zin in? Nee. Wij zijn hier niet voor gemaakt.nl. We hebben een bankje, een stoel en een tafel. Nog één stoel. Oh. We hebben eigenlijk geen zin meer. Maar ja. We moeten nog één stoel, maar we hebben geen zin meer. Jee. Jongens, het was echt een vreselijk werkje. Het ging allemaal mis. We hebben een stoel ongeveer 6 keer opnieuw uit elkaar moeten halen. En het is niet grappig. Ik wilde ook van alles doen vandaag, maar het is al bijna 4:30. Hallo kinders. Ik ben op het kantoor van mijn vader. Ik ben weer lekker aan het zingen. Lekker mijn stukken aan het studeren en zo. Dus dat is echt top. Ik ga nu even Monster van Frozen zingen. Ik weet niet of ik dit ga delen. Maar grote kans dat ik het niet deel. Aangezien het echt een tand hoe moeilijk nummer is. Dus. It's finally come. Come to knock down my door. I can hide this time. Like I did before. The storm is awake. The danger is real. My time's running out. Don't feel, don't feel. It's the thing they see. The thing I have to be. A monster. Were they right? Has the dark in me finally come to light? Do I keep on running? How far? Nou, ik heb niet echt iets gefilmd van het studeren vandaag. Maar ik wilde gewoon even lekker zingen. Zonder de hele tijd de camera aan te hebben. Want toch ben je daar de hele tijd mee bezig. Je weet toch dat je wordt gefilmd. Je gaat toch meer je best doen en anders doen. En ja, het was nu gewoon echt even de bedoeling dat ik even al mijn stukken door ging zingen. Dat heb ik gedaan. Dus dat is heel fijn. En ja, nu heb ik denk ik morgen of overmorgen zangles. Misschien dit keer wat later in de week, ik weet het niet. Maar goed, dan ben ik nu in ieder geval wel goed voorbereid en heb ik er nog wel goed aan gezeten. Want thuis kan ik gewoon niet zo lekker zingen. Ik zing wel thuis, maar dan alles op een heel zacht niveau. En ja, dan kan ik niet voluit, zeg maar. En dat moet ik wel doen voor mijn nummers. Dus ik ga nu denk ik weer naar huis. Het is 3:10. Dus ik ben hier. Ik heb om 1:00 hier afgesproken met pap, dus ik heb 2 uur gezongen. Dat is prima, dus ga ik nu zo meteen naar huis. En ja. Oh jongens, het is zo koud. Er staat vandaag zoveel wind buiten. Ik heb dus nu mijn roostertjes dicht gedaan. Dus nu komt er als het goed is geen wind meer naar binnen. Het is hier gewoon 60.000 keer kouder dan beneden. Ik zweer het. Maar oké, ik ga nu in mijn bed liggen. Want ik heb het fucking koud. En dan ga ik even video's editen. Hallo. Jongens, ik heb mijn One Piece weer gevonden. En dat is een feest, want dit zit zo lekker. Ik ga hierin leven. Ik voel het zo lekker. Oké, het is nu avond. Precies, ze zijn 11:15 of zo. Hilo! Daar is mijn vriendin. En ik ga naar bed. Het is alweer een weekje voorbij. Hé, mam? In week 2 van de 70 of zo. Morgen weer maandag. Zometeen alvast een leuke werkpyjama uitzoeken. Mie. Dit dus. Nee jongens, ik bedoelde natuurlijk niet 70 weken. Ik bedoelde week 2 van de... Hoeveel weken moet ik nog? Nou, als het tot na de zomer is, dan nog heel veel weken te gaan. Nee, ik heb de hele situatie eigenlijk wel geaccepteerd. Het is meer dat ik nu nog een beetje een soort van semi-onzekerheid heb over school. Terwijl eigenlijk heeft school al laten weten dat ze het sowieso tot 1 juni dicht zijn. We krijgen dinsdag weer een ding van Mark Rutte. Dat is nu
update. Dat is nu dus al geweest als dit online staat. En dan horen we denk ik ook wel hoe het met de scholen gaat. Terwijl eigenlijk weet ik het eigenlijk al. Ik ga gewoon geen les meer hebben tot na de zomer. Maar toch is er nog zoiets van ja, ik moet gewoon die bevestiging hebben of zo. Dus ja, ik woon weer thuis. Hè, mam? Ja. Gezellig, hè? Ja. Ja, vind je nog wel gezellig? Ja, hoor. Yes. Ik ook wel, hoor. Ja. Oké, ik ga naar bed. Doei, mam. Ik ben al in bed. Oké. Nou, en ik ga bij deze ook de vlog afsluiten, want ja, ik ga naar bed. Ik kan er niet heel veel meer van maken dan dit, jongens. Ik zit alleen maar thuis, ik ben alleen maar mijn dingen aan het doen. Maar ik hoop dat jullie het nog leuk vinden om mij te zien op jullie beeldscherm. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei, doei.